Het is gebeurd. Ik ben nog eens uit mijn hol gekropen. Ik heb de Run for Freedom in het Fortje van Merks. Hier is het allemaal begonnen voor mij, ze mannen. Daar in het oude fort heeft mijn club, Olsen Merks, een clublokaal. Waar heb ik in godsnaam weer de laatste 4 weken gezeten? Niks speciaal, buiten gewoon getraind. Gewerkt. Nee, vrienden. Ja. Wat is er? Allee. Nee. Nee. Zit het er? Maar dat Antwerpen, die mij ondanks alle miserie nog altijd trouw ondersteunen, waarvoor dank. Ik vroeg om medailles te komen uitreiken. Prijs onderhandelen ook aan Chrissy. Kijk, geen Chrissy. Nee, nee, nee. Ik ben al misdeeld. Terwijl de deelnemers hier met banden aan het sleuren zijn, kan ik de achterstand op de vlog inhalen. Wat hebben jullie nog vroeg van mij? De antwoorden natuurlijk op de Q&A-vragen die jullie gesteld hebben. Waarom draag ik een hoofdband? Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk al niet meer weet waarom ik ermee ben begonnen. Wel, nu komt dat eigenlijk van pas. Dat is dat weer. Ja, een pet vind ik te warm om mee te lopen, om hard mee te lopen. Maar ik heb dat dan eens één keer gedaan, 2013, op de relays in Gent. En daar kwamen dan goede reacties op. In de crossen daarna. Ja, iedereen loopt me altijd met hetzelfde t-shirt. In de zomer met Nike. En toen in de winter met Atletiek Vlaanderen. Mensen zeiden, ja, eigenlijk is dat wel nice. Dan zien we je goed lopen. Met die hoofdband op je kop, kun je het direct uithalen. Ik ben dat blijven doen. Voilà. Dat is ook geschieden. Wat eet ik s'avonds? Ik zal er misschien eens een andere, aparte video van maken. Maar eigenlijk gewoon... Yoghurtjes? Eigenlijk. Voilà. Als ik honger heb, eet ik gewoon eigenlijk altijd iets van proteïne. Genoeg proteïne snacks door de dag. Zorg er ook voor beter herstel. Dus 2 vliegen in 1 klap. Voilà. Dus dat. Niet gesuikerd, hè. Zou het niet zeggen, gezien ik hier... Ik ben even mijn drinken aan het zoeken. Gezien ik hier op mijn steenweg sta, maar ik heb zo net een van de mooiste looppaden dat ik ooit al gezien heb in België tegengekomen. Echt waar, hè. Ik heb 40 minuten tempo gedaan. 20 minuten op, 20 minuten terug. Ik heb het einde niet gezien. Dus ik ben best benieuwd hoe lang het nog doorloopt. Komt er zeker meer van, maar nu heb ik geen tijd. Want ik moet een trein halen. Ik moet naar het ministerie van Sport. Iets gaan babbelen over mijn toekomst. Nog 2 minuten. Goed, een trein hebben. Dat is het laatste. Spoor heen. Let's go. Tada, Brussel Centraal. Ik zou beter wat opletten voordat ik aangereden word. Dus ik moet naar het ministerie van Sport. Daar, ergens. Wat moet ik daar gaan doen? Eigenlijk een evaluatiegesprek met de mensen die mij moeten gaan verdedigen of aan de mensen die beslissingen nemen moeten gaan uitleggen waarom ik niet de tijden gelopen heb die ik had moeten lopen. Hoe dat komt, hoe ik dat volgend jaar anders zie, wat dat de toekomstplannen zijn. Dergelijke zaken. Dress to impress. Air Jordans. Oh, jawel. Zoom. Zoom dan. Zoom. Oké, laat maar. Aha! Zoom. Maar hoe zit het nu eigenlijk? Oké, niet de meest simpele vraag om gewoon uit te leggen. Word ik nog ondersteund door Vlaanderen? Kort gezegd, ja. Ik ga dat langer proberen uit te leggen, maar dat is niet simpel. Vorige vlog kon je zien dat we aan het schilderen waren. Ondertussen hebben we progressie aan het maken. Een tussenmuur. Hier komt mijn hoogtekamer. Super nice, kan ik slapen op hoogte. Ik ga van de gelegenheid gebruik maken. Binnenkant van de muur kon ik schoon opschrijven. Ik weet niet of je het duidelijk kunt zien op beeld. Ik vrees ervoor. Ik ga de camera omdraaien. Hopelijk kan ik het dan duidelijker laten zien. Oké. Dus, instanties in Vlaanderen, anno 2013. Ik ben prof geworden op 1 januari 2013. De Vlaamse Atletiek Liga. Atletiek Vlaanderen, wat eigenlijk een soort tussenproject is voor de jeugdatleten, die ook vooral, of enkel eigenlijk, door De Val ondersteund worden, naar het volwaardig wereldtop zijn. Dan tenslotte had je Blozo,
Loze atleten, dat tienden, worden degenen die de wereldtop al bereikt hadden. Zo. 2016 worden Blozo en Atletiek Vlaanderen samengebracht onder het nieuwe Sport Vlaanderen. Voilà, wordt veel geld bespaard met al die bestuurpostjes te veranderen en zo, dus dat is top. In mijn geval, tot op dat punt, zit ik eigenlijk altijd perfect op mijn groeicurve, zelfs veel ervoor. 2013, de pool van dat jaar is 3,38 lopen. Ik loop 3,35, dus dat was dik in orde. 2014 moet ik 3,35 lopen. Geen probleem, ik loop 3,34. Check. Doelstellingen worden weer verschoven naar 3,34 en een finale plaats op de wereldkampioenschappen. Helaas dat jaar lukt dat niet in 2015. 2016, Olympisch jaar. Ik heb veel last van blessures. Ik loop 3,35 dat jaar, maar doelstelling was 3,34 of de finale halen. Ik haal maximum de halve finale. Doelstelling niet voldaan. Twee keer doelstellingen niet voldaan. Dus er komt een evaluatiegesprek. Nu op dat moment, ja, ik heb een zwaar blessure, operatie. Ik heb niets gepresteerd dat jaar. Met andere woorden, twee keer doelstelling niet voldaan, jaar niet gepresteerd. Contract wordt beëindigd. Nu, in de praktijk heeft dat eigenlijk redelijk weinig invloed gehad op mij. Waarom? Samen met die overgang van Atletiek Vlaanderen naar Blozo, heeft Sport Vlaanderen ook al voor een opvang net gezorgd. Een alternatief van, wat als je nog net niet voldoet aan die voorwaarden om top 8 van een EK, WK of Olympische Spelen te zijn. Of, zoals ik, je hebt dus een zware blessure. Ergens in je carrière kun je ervan uitgaan dat je wel eens een zware blessure hebt. Wel, dan kun je eenmalig in je carrière, voor maximum 2 jaar aan een stuk, dat opvangnet inroepen. Dat noemt het profparcours. Voilà. Dus, profparcours vind ik persoonlijk een topinitiatief. Want ja, het is gewoon heel moeilijk om jaar na jaar na jaar na jaar op dat niveau te presteren. Dus, wat doen ze? Je hebt eens een keer een zware blessure. We gaan je toch ondersteunen. Niet in Sport Vlaanderen, maar in het profparcours. Dat is eigenlijk een project van de VDAB, RVA en het ACV, waarin dat je dus 2 jaar kunt vertoeven. Om terug een contract te krijgen bij Sport Vlaanderen, moet ik die doelstellingen, om daarin te komen, terughalen. Dus vorig jaar was dat 3,34,0 of een top 8 op een EK, ik denk zelfs N. Ik heb geen van de twee gehaald. Afgelopen jaar bleek toch wat moeilijker te zijn dan ik gehoopt had. 2019 blijven die doelstellingen hetzelfde, maar omdat alles gelijkgesteld is, top 8 EK wordt top 8 WK. Voilà, dus word ik ondersteund door Vlaanderen? Absoluut. Al 1, 2, 3, 4, 5, 6, mijn komend jaar hopelijk dan bij 7 jaar. Enorm dankbaar voor, uiteraard. Ik denk niet dat er veel landen zijn waarin dat überhaupt gedaan wordt, dus top. Natuurlijk, voor volgend jaar wordt het wel moeilijk. Ik heb mijn 2 jaar profparcours doorlopen op dat moment. En ik moet een top 8 plaats halen op een WK. Ik moet eerlijk zeggen, top 8 op een WK, deze jaar, dat zou ik zelf wel echt een huzarenstuk vinden. Ik ga er heel eerlijk in zijn, ik ben normaal redelijk ambitieus in mijn uitspraken. Maar een wereldkampioenschap, hè, dat moet al redelijk koesten. Het jaar daarna en in het jaar daarna denk ik dat niveau, of wil ik dat niveau zeker terug bereiken. Deze jaar mijn oude niveau terug bereiken zal wel een hele mooie stap zijn. Kom. Ik wil me er niet te veel op focussen, om eerlijk te zijn. Dus ja, eigenlijk denk ik een gelukszak wat dat betreft. Ook al dat wel redelijk hard kan zijn. Zoals bijvoorbeeld, en dat was dan het tweede stuk van de vraag, wat is uw mening over Koen Hart? Zijn situatie en dat hij minder gelukkig was een aantal jaar geleden. Ik zou ook meer fan zijn van een lange termijn planning. Zeker omdat ze hebben nu al 7 jaar hun best gedaan. Stel dat ik binnen 2-3 jaar een medaille pak op een EK of zo. Ja, dan is die wel voor een heel groot stuk mee te danken aan de ondersteuning die ik al die jaren heb gehad. Zelfs al zouden ze me niet meer ondersteunen vanaf volgend jaar. Het is natuurlijk wel awkward op dat moment om te stoeven met een medaille van een atleet die je niet ondersteunt op dat moment. Dus dat is allemaal moeilijk. Maar aan de andere kant vind ik ook dat veel atleten er eigenlijk niet te veel over moeten janken. In die zin, je kent je doelstellingen, je kent de voorwaarden, je weet dat dat 1 jaar duurt, je weet wat je ervoor moet doen. Je tekent dat contract. Als je het er niet mee eens bent, tekent dat dan niet. Voor alle ongelukkigen die dat doorstaan hebben, dankjewel. Je hebt andere hobby's nodig. Dat vooral. Maar toch nog even iets luchtiger. Dat komt eraan, Ida.
geen paniek. Oei, het is wel paniek. Flinkse meisje.